dat mijn moeder ook een soortje zal zijn, is toch wel belangrijk voor mij. De gedachte dat ik nog een kans heb, die motiveert me wel. Net een campagne gestart van PNC. Wat vond je ervan? Nou, ik vond het heel bijzonder om mee te maken. Je staat helemaal in de belangstelling nu. Is dat wel lekker voor je? Nou, dat weet ik nog niet. Dat moet ik nog afwachten. Dit was gewoon wel heel mooi. Wat vond jij ervan? Ja, het was natuurlijk wel, toen die vraag kwam of ik dat samen met mijn moeder kon doen, moet je natuurlijk altijd wel even over nadenken. Sowieso doe je dat natuurlijk altijd, maar in dit geval wel speciaal natuurlijk, omdat het met je moeder is. Maar ja, we hebben allebei goed over nagedacht en we denken dat het voor veel mensen thuis onwijs herkenbaar is. En we hebben op gezegd en ik denk dat het heel mooi is geworden. Hoe belangrijk is je moeder? Nou, ik denk dat voor iedereen zijn moeder heel erg belangrijk is, dus ook voor mij. En ik heb een onwijs goede band met mijn moeder en dat is zeker een meerwaarde. Had jij verwacht dat hij ooit zo groot zou worden in het schaatsen? Nee, dat had ik zeker niet verwacht. Helemaal niet toen hij 12 was, maar als je ziet wat hij nu allemaal heeft gepresteerd en wat er allemaal om hem heen gebeurt, ja, dat is wel heel bijzonder. En dat ik daar nu van mee mag genieten, is wel heel mooi. Wat is jouw bijdrage geweest? Nou, ja, wat niet. Alles, zeg maar. Ja, weet ik niet. Maar gewoon, je doet wat een moeder doet. Dus het is voor mij helemaal nooit iets bijzonders geweest. Het is gewoon, je kinderen, die voed je op de manier dat jij denkt dat het goed is. En nou, volgens mij is het wel aardig gelukt. Ja, zonder mijn moeder had ik sowieso niet bereikt wat ik nu had bereikt. En had ik dit ook niet kunnen doen. Dus daarvoor wil ik haar hartelijk bedanken.